Ja. Wat is er aan de hand? Hij heeft net ergens tegenaan gehad. Ah, dit is mijn. Een veilige reis. Welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Ramon. Ik ben Pip. Ik ben Jaren. Ik ben Sam. En wij zijn... Yes! En dat is een postbode. Je hebt hem met de kop. En niet de. We hadden een filmpje gezien van Nicolette en Dam. Dat ze met de 1,5 meter regel. Dat ze, wat was ze aan het doen? Ze wou bij een restaurant alleen dan moesten gooien. Omdat het 1,5 meter was. Ja, want je moet natuurlijk 1,5 meter afstand bewaren. Nou hadden wij als idee om dat ook te gaan doen. 10 beroepen. Ja. Wat heel lastig wordt als je de 1,5 meter regel hebt. Ja. Ik wil wel even zeggen. Het is niet omdat wij een statement willen maken. Omdat we het ermee eens zijn of niet mee eens zijn. Nee. We vonden het gewoon grappig om te gaan doen. Ja, gewoon grappig. Het is gewoon heel grappig dat het glas kapot gaat. En wat ja. Dus we hebben 10 beroepen bedacht. Als je nog geen abonnee bent, zeker abonneren. Op een buiten klikken, duimpje op. En reactie kan nog niet meer. Nee, nou wel, maar die worden ook weer uitgezet. Ja. Dat doen wij niet, dat doet YouTube. Yo. Ja. Gaan we beginnen? Ja, yes. Ronde nummer 1. Oké, vandaag komt de post. Ik heb hele mooie, dure, nieuwe glazen besteld. Ze zijn heel mooi. Ze komen uit Egypte en het heeft heel lang geduurd. Dus ik hoop dat hij snel binnenkomt. Ik kan echt niet wachten. Hé, hey, ik hoor hem. Dat is echt fijn. Hallo. Hey, hoi, postbode. Ik heb 3 pakketjes voor je. Oké. Okay. Ik moet net uit de kant. Hier. Alles is stukjes glas. In ieder geval dan nog 2. Daar heb ik ook niks aan. Er zit allemaal glasscherf in. Nou. We hebben een meet and greet met een van de bakketjes en dat is namelijk Jesse. Hebben jullie er een beetje zin in of niet? Ja. We zijn nu aan de rij aan het wachten, want het is best druk hier zo. En ik ben heel benieuwd hoe het gaat met die 1,5 meter afstand. Ja, kijk dan. Ja. Maar het raar is, hoe zit het dan met Jesse? Want als we met Jesse op de foto willen, die moet ook 1,5 meter afstand bewaren. Ik weet het ook niet. Nee, ik ook niet. Nee. Oh, ik ben aan de beurt. Oh. Goedendag. Oh, Jesse. Wat tof om jou in het echt te ontmoeten. Of tenminste, een soort van echt. Ja, een soort van echt. Ja, daar heb je gelijk in, ja. Wauw, mag ik met jou op de foto? Doe maar naar mijn papa kijken, doe ik een foto maken. Ga een foto maken zo. Op de foto met Jesse de bakker. Oh, oh ja, even, nee, moet wel de bakketjes zijn. Ja, dat is hem. Nou, doei hè. Nou, bedankt en succes hè. Zo, ik ga we gaan allebei de bank. Hallo, ik wil 50 euro. Oh, sorry, ik was nog even bezig. Ja. Oké, dan mag je eerst even formulier invullen. Mevrouw Jansen, die heeft de enkel voor de stuit. Dan krijg je medicijnen voorschrijven. Help, help! Ja, wat is er aan de hand? Hij heeft net ergens tegenaan gehouden. Met een naald. Ja, en toen was zijn hele lichaam in één keer helemaal open.
Oh, dat ziet er niet goed uit. Dat moet gehecht worden, jongens. Oké. Leg de arm maar even op de tafel. Ja, dan gaan we het eerst even ontsmetten. Hier heb je een doekje. Moet ik het zelf maken? Ja, ik mag er niet bij om 1,5 meter regelen, hè, meneer. Even de zijkant even een beetje goed schoonmaken. Oh, ja. Hoe de bank? Langs lijntje, ja. Oké, okay. Nu komt even een heel serieus stuk. Ik heb hier een naald en draad. Jesse, jij moet het gaan doen. Ik gooi het even naar je. Dus we bedoelen dat je niet in de wond komt, maar net ernaast. Snap je dat? Ja, oké. Ik ga het proberen. Auw! Oh, sorry. Het was niet mijn bedoeling. Auw! 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 Dat gaat de goede kant op. Auw! Even een knoopje erin maken, Jesse. Ja, hoe doe ik dat? Pak je de twee draadjes, even een knoopje erin maken. Ja. Ja, kijk. Nou, goed gedaan, Jesse de Bakker. Mag je nu even het verband eromheen doen? Ik moet daar ook. Ja, dat is niet oud. Ik ben niet al te goed, hoor. Ik ben echt niet goed hier, hè. Oh, bedankt ook voor het helpen. Ja, dank wel. Ja, geen dank, jongens. Doe voor het voorzichtig aan, hè, Sam de Bakker. Ja. Ik wil echt mijn nagels gaan lakken, om mijn nagels hier echt niet meer uit. Oh, deze winkel is nog open. Hey! Ze doen nog steeds nagels. Yes. Goeiedag, mag ik mijn nagels lakken? Ja, goeiedag. Natuurlijk. Wat wil je precies doen met je nagels? Veilen en lakken. Oh, hier gaan we dat doen. Zo. Ja. Ja. Ik heb zo. Dit deed pijn. Wat is dit? Auw, auw. Dan gaan we nou de nagel lakken. Zo, ben je klaar voor? Ja. Zo, oké. Okay. Zo, dit is kracht. Oh, dankjewel. Alsjeblieft. Bedankt voor het, tot de volgende keer. Zo, zijn we net aan het winkelen, alleen hebben we al alles? Ja. Oké. Okay. Gaan we even afrekenen. Nou, goedemorgen. Hoi. Heeft u alles kunnen vinden? Ja. Ja. Oh. Hier, Jens. En deze nog. Die moet ook. Nijmegen, ja, dat is €20 alsjeblieft. Ja. Ja, dankjewel. Ik zal jullie even helpen met instappen. Oh, nee, wacht. Het is 1,5 meter regel. Ik heb iets anders. Huh? Jullie mogen namelijk in deze speciale bak gaan. Is toch een aanhoudwagen? Ja, alles voor 1,5 meter afstand, dus jullie mogen instappen. Oké. Okay. Ja. Dat is 1 persoon. En 2 persoon. Huh? En een veilige reis. En we zijn hier bij het WK en Jesse de Bakker die pakt de bal. Jesse de Bakker die paast de bal door en Sam die probeert hem tegen te houden. Het is heel spannend, er staat op dit moment nog steeds 1-1. En Sam die houdt de bal nog goed in de gaten. En zal Jesse de Bakker gaan scoren. En Jesse neemt een aanloop. En dat wordt. En dat wordt. Oh, 2-1 voor Jesse de Bakker. En Jesse, ja, hij heeft de doelpunt gescoord. Het is 2-1, jongens. En Sam die nadert het goal. Oh jee. En hij maakt een schijnbeweging. En hij schot erin. Oké, en nog 5 minuten. Oh jee. Wie gaat de bal pakken? Ze durven allebei de bal niet te pakken, want je zit natuurlijk met 1,5 meter afstand. Hoe gaat dit de komende 5 minuten? Blijft dit doorgaan of komen ze straks bij de bal toe?
Want ze durven niet bij elkaar in de buurt komen. Het is 1,5 meter afstand, jongens. En hoe gaan ze de laatste 5 minuten van dit WK? Hoe gaan ze dit doen, jongens? Hoe gaan ze proberen? Wat gebeurt er nou? Ze geven het op, jongens. En Sam de Bakker en Jesse de Bakker die lopen allebei weg. En de bal blijft gewoon liggen. Dit is nog nooit gebeurd in de geschiedenis van het hele WK en het EK, jongens. Oh, gezellig hier, hè? Ja. Wat een leuk restaurantje. Gezellig, toch? Zullen we doen? Opa! Goeiedag, willen jullie wat te drinken? Ja. Wat neem jij? Ik wil wel even een biertje. Een biertje? Ja. Oké, doe mij maar een spa blauw. Oké, is goed. Biertje was voor? Ja, mij. Oké, hier. Dank je wel. Ik had spa blauw. Wil je ook wat te eten? Ja. Ik las wel wat. Ik had het op de kaart gezien. Is dat lekker, opa? Zo'n aardappelgroenteschotel. Ja, we willen nog hetzelfde qua drinken. Oké. Okay. Oké, ik ben er. Ja, lekker. Oh, hartstikke dicht. Oh, lekker. Dank je wel. Heerlijk. Ja, jij ja. Nog? Oh, lekker. Mm. Dank je wel. Ja, bedankt. Proost. Ja, gezellig weertje zo ook, hè. Goedemorgen. Ik had een afspraak om mijn haar te laten wassen. Oh ja, even kijken. Hey, hoe doen jullie dat eigenlijk met die 1,5 meter afstand? Ja, we hebben het brand. Hier. Oh. Mijn eigen manier. Oké. Okay. Ik moet hier zelf van mijn nek doen zo. Ja. Doe even je hoofd naar achteren. Oké, dan gaan we eerst lekker inzoppen met de pistool. Zo mevrouw, dan mag u zelf even inzoppen. Heb je alles ingesopt? Ja, volgens mij heb ik nu... alles helemaal ingemasseerd, ja. Volgens mij ben ik klaar. Dan ga ik nou even water pakken. Oké. Zo, nou gaan we de mevrouw even afspoelen. Kan je hoofd even naar achter doen? Ja hoor. Nog een beetje. Ja hoor, het gaat. Nee. Ja, zo maar. Was dat het? Ja. En hier is je handdoek. Bedankt hè. Ja. Doei. Doei. Doeg. Deze glazen die moeten even kapot gemaakt worden. Okay. En dat vond ik wel een leuke taak. Nee, nee. Hierin. Mag ik hem kapot maken? Hi, Pip. Hi. Mag ik hem kapot maken? Ja, we doen het even zo. We doen de doos even dicht. Doe maar flink rammelen. Ja, hierin. Ja, gooi. Zo. Oh, vet man. Ja. Oh. Ja. Maar snel naar binnen, want het begint echt te regenen. Het is echt nat. Echt, Sam die wou weer per se buiten doen dit hoor. Ja, maar ik wist niet dat het ging regenen. Wil je kijken, wie ruimt het allemaal op? Ja, jij. Mama. Nee, auw. Auw. Lekker bloed. Lekker. Lekker? Mmm, yum, yum, yum. Zo meneer, ik zal even proeven wat voor bloedgroep u heet. Oh nee, kijk, zit er. Ja. Zit bloed, ben je een vampier of zo? Ja. Hè? Je zit wel knapper dan die vrouw achter jou. Dat is een man. Ja. Oh. Ja, vind je het mooi? Zo. En de nagel. Ja, dat doen we zo. We doen even heel zo. Kijk, daar zo en dan mag jij zo de nagel uit. Alsjeblieft niet pijn. Nee. 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 Kijk mijn handen. Hé hey Sam, wat heb je dan mooi gemaakt? Ja, ik ben heel blij. Dit is die mama, dit is Tina. De cashier, hè. Jesse. Kijk daar. Volgende dag. Nee. Dat is Tina, is dat. Tina? Tina de cashier. Nee, dat is niet mama. Nee, ik ben Tina. Dat is Tina. Tina. Tina, ga staan. Zit je nou naar haar van Tina te trekken? Tina. Oh, kijk, Tina. Zeg, Pupje snapt dat. Tina. Nee, 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 nou niet, nou niet. Als je een water ziet, jongens. Kijk.
Nou, Pip is even alles aan het opruimen. Hoe gaan ze het oplossen? Ze geven het op, jongens. Doe een aardappels met komkommer. Waarom filmen? Waarom zeggen die dat je dat doet, Jesse? Ik heb er nooit zo hard een douchestraal mee gemaakt. Ja, en dit was het. Ja, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie deze video leuk vinden. Abonneer op een beetje klikken. Duimpje op. Doei! 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 Doei!